La Reine klassiek Lanfer l'Enfer du Nord, maar dit weekend toch vooral 256 kilometer pure fun van Copiègne tot Roubaix. Parijs-Roubaix was alles wat we ervan verwachten en nog meer. Uh, en we gaan het er vandaag over hebben. We gaan ook nog even terugkijken naar de ronde van het Baskeland. We kijken vooruit naar de Amstel Gold Race, want dat is volgend weekend al. En dat doe ik gelukkig niet alleen, maar wel in het lieftallige gezelschap van Dirk en Jappe. Dag mannen. Hoe voilà. ga Dag Max. En welkom bij Valsplat. En het is vandaag met hoog bezoek in de studio. Het is een ex-wereldkampioen. Hij heeft nog nooit een Gent-Wevelgem weggegeven. En hij heeft evenveel kasseien op de schouw staan als Roger. En ondertussen ook nog entrepreneur, analist bij een niet nader genoemde wielerclub en een aanstormend rallytalent, Dag Tom Bonen. Goedemorgen, of middag. Goedemiddag. Ja, ja. was, uh, was dat een intro die erbij doorkomt? Absoluut, heel trots op ja. allemaal. Hoe <laughs> mee. Goed, echt goed, ja. Echt uh, genoten van de koers. Allee, de afgelopen koersen eigenlijk allemaal. En uh, gisteren Parijs-Roubaix, Dat stond ik morgens toch altijd een beetje zenuwachtig op, nog altijd. Hè. Ja. ja. waren ja, ja. zo wakker zo dan, ah, het is Parijs-Roubaix vandaag. Dan begin ik gewoon te twijfelen: van, moet ik nog rijden of niet? En dan een seconde later weet ik dat ik gewoon in de zetel kan gaan zitten en de tv kan kijken. Wat? En je kijkt echt van voor de start. Ik heb nu wel gisteren pas uh, ingeschakeld rond half twee, kwart voor twee. Ah, ja, zo, oké, ja. oké. Ja, het oké was dus nog Paasijken schrapen. En dan, uh, Want Gilbert was echt al. Uh, je was interviews, actief bezig. Ja, ja. Ja. Ik vond dat wel schattig nee. om je bezig te zien. Zo'n legend en dan zo tussen al die coureurs. Ja, hij ja, zit ik... op de motor van Eurosport. Ja. Ja. ja, die heeft zijn ding er wel wat in Ja, ik voorstel, ik die dat dat goed toe ja. ja, ik, ja. ik dat heel goed. Ja, ja. ja ik wou het voor bij nog heel even over iets anders hebben. Uh, want jij bent, uh, je hebt een nieuwe liefde. De uh, rallysport. Ik heb de rallysport ontdekt, ja. Ik heb uh, een aantal jaar circuit gedaan. En ik ben in januari, door eigenlijk iemand die me dat gevraagd had om dat te proberen, in een, een rally Porsche beland. In de rally van Bastogne. En mijn hart eraan verloren. Ja. Helemaal verkocht geraakt. Ja, ik zie vooral op de Instagram heel veel mensen die jaloers zijn op uw wagen. De Lancia. Het is ook een prachtige bak. Ja. Ja. Het is een hele historische auto met met heel veel weerklank zo. En uh, de mensen van de jaren ja, 70, 80, zo, die eind jaren, eind jaren 80, begin jaren 90, zowel in de in de of in de sport in het algemeen geïnteresseerd waren, ja, die kennen die auto natuurlijk. Het is een van de meest aansprekende auto's uit uh, de geschiedenis van de autosport. Ja, we hebben daar juist al een hele atheenzitting over gekregen. <laughs> ja. Ik ken een auto niet super goed. Uh, ik heb wel echt zo'n voorliefde. Allee, ik heb, ben geen autofreak. Maar um, moest ik ooit mijn vriendin ten huwelijk vragen, zou ik graag eigenlijk naar het stadhuis rijden met zo gewoon die Subaru Impreza. De ja, blauwe met de... Ja, die wil ik echt... Dat, vind, dat is echt voor mij... Als ik dat, zie, dat is zo'n iconische bak. Kennen hem of niet? Ja, ja ik ken, hem, ah, ja, ken okay, hem. Dat is gewoon een Uber John-bak. En dus bij deze weet Thijs <laughs> ook dat jullie gaan trouwen. Nee, moest ik het ooit vragen. Hè? Moest ik het ooit vragen. Ja. Um, Oké, okay, ja, we gaan meteen naar Roubaix gaan, denk ik. Hè. Dat is goed. Um, ik zou willen zeggen dat mijn vroegste herinnering aan u... Uh, uw eerste bij was. Um, ja, maar dat is misschien ook omdat ik die beelden al zo vaak gezien heb, waar dat jij derde wordt. Ja. Uh, ja, en Dirk, dat is ook wel Tom zijn grote voorstelling aan het publiek. Hè? Uh, ja, dat was eigenlijk het eerste moment dat, je echt, uh, dat we Tom Bewoner leerden kennen. Hè. We hebben er ooit nog een Belgasport over gemaakt, ja. de, over de wonderjaren van Tom. Um, toen nog niet zo geliefd bij het Belgisch publiek, want ik denk dat je zelden zo hard hebt uitgejouwd als ik, die erbij. Ik heb toen redelijk wat bekers, bier en, uh, en lekkere groggels op mijn, mijn kop gehad, omdat ik toen echt een museum rijden was. En ik reed dan ook bij Postel en ze kenden mm. mij allemaal nog niet. Dus ze dachten, we gaat die, uh, die kleine Amerikaan mm. hier doen gaat als de grote held museum terughalen. Maar ik had er nog niet bijgeraakt. <laughs> maar dat was inderdaad. Ja, ik had toen een week een atypische voorbereiding gehad, want ik weet dat ik toen. Ik heb toen in Amerika twee rondjes gereden en dan de pannen was uit mijn eerste wedstrijd mm -hmm. op Vlaamse bodem. En dan Vlaanderen, gent wevelgem Roubaix. Dat was toen nog zo, die volgorde. En dat was mijn Vlaams voorjaar, dus dat was de enige wedstrijd dat ik gereden had. Vlaanderen was goed, gent wevelgem was goed en Roubaix was uitmuntend. Ja, dat was ongelooflijk, want opeens komt er daar een gast van, 21 jaar, ja. Ja. op het podium van Roubaix staan en dat is een Belg. Ja. En Die heeft dan nog alle rock als je tot zegt. Ja, inderdaad, veel plezier zelfs. Maar als ik een tijd dat er echt nog, dat was echt nog en toen hè, Dan Dat we een paar jaar later dat zo wat allee, proberen af te schaffen. Uh -huh. Dan mocht er dan geen biertenten meer staan en zo. Maar die eerste jaar dat ik reed was dat echt. Dat dat nooit meer gebeurd is, dat is verwonderlijk zelfs. Ja. Is dat veel minder geworden nu? Ja, ze hebben dat op een bepaald moment, omdat er toen een paar mm -hmm. keer een echt heel kritieke situaties zijn geweest. met zatte mensen gewoon en hebben uh, ze al die biertenten en zo wel een beetje beginnen wegsteken of doen en mocht dat ja. niet meer. Natuurlijk wordt er nog wel gedronken. Maar Jammer. Het is, het is niet meer zo dat er dan op iedere strook ergens een groot scherm staat met een biertent waar ze dan om negen uur morgens de punt ja, dat Ik heb wel ik de had. indruk dat inderdaad plur op Carrefour precies veel meer volk stond ja, daarvoor. Carrefour was zo de, de samenkomst waarvan. Ja. Uh, ja. De, de doorzetter zal ik zeggen. <laughs> en dat was er altijd wel redelijk uh, spannend. Waar hebben jullie de koers gezien? Uh, gisteren, mannen? Ja, ik moest eigenlijk werken, dus ik heb zowat tussendoor, af en toe op de bureau en op het gsm'je. Ja, ik maar dit, de... is, dit is ook werk, hè? Dit is ook werk. En ik ben deze morgen vroeg opgestaan, dus ik heb eigenlijk uh, veel opnieuw gekeken. Ja. En bij jullie was het paasfeest. Paasfeest. Met mijn schoonvader naar de koers gekeken. Oké. Okay. Goed, waar jij ook, denk ik? Ja, ja ik niet er altijd van. Als, wij, als ik koers kan kijken, bij onze pa en ons maat thuis. En dan mijn broer pikt dan ook altijd met de kinderen en zo. Dat is altijd zalig. Ja. En de kinderen zagen dan de hele tijd van. Zeg eens, die koers weer al op. Uh, we willen buiten buiten gaan shotten. Go <laughs> ga weg, go weg. <laughs> ja, er was uh, een verdiende winnaar, denk ik. Hè. Misschien moeten we daarmee beginnen. Mathieu van der Poel, sterkste man in koers? Ja. Absoluut. Like, weet je, de, de meest dominante figuur in koers. Hij mm -hmm. heeft altijd vanaf het moment dat het nodig was allee, zijn een eigen wil proberen op te leggen. En uh, de enige die echt gekoersd heeft, ook denk ik dan, uh, om de situaties te creëren waar dat ze allemaal zijn in beland, de woud dan voor het bos. Die hebben dan wel even het heeft een handen gepakt. Maar alles wat daarna gebeurd is, dat was gewoon alpe zin. Ja, ja, ik moet het eigenlijk niet vragen aan Jappe, want jij bent een soort van. Um, ik ben een fan. Minnaar, minnaar van nee, ben, van der Poel. Ik ben een grote fan, maar ik moet wel ook zeggen dat ik ook wel enorm hard heb gesport voor uh, Jasper Philipsen. wat hij hier dan vorige week zat. Uh -huh. uh, ik had het wel mooi gevonden, moesten zij eigenlijk met drie naar de meet zijn gereden. Uh, maar inderdaad ja, van der Poel, ik vond dat ook gewoon enorm opvallend hoe, ja, hoe gretig dat hij was. En ook gewoon zonder omkijken. Hij uh, kreeg ook een bericht van Jens van Roosbroek, dat is eigenlijk de neef van Chris van Roosbroek, de ja. ex-mechanieker van Lens-Armstrong. En die zit nu bij Alpen zien, en Roodhoofd dat tegen hem gezegd van ja, in de winter, we gaan de beste Mathieu ooit te zien krijgen. Ja, en en ik is denk, dat denk dat we dat echt he? hebben gezien al. Misschien dat het nog beter kan. Ja, misschien, ja. Maar um, <laughs> om even in te pikken, want dat had nog niks van gezegd of geschreven geweest. Maar als Wout niet lekkerheid, dat je het wel speel dat terug naartoe. Jawel. Ja. Want en wat is je, is dat is nergens verteld geweest, dat we volgens mij Jasper Filp ja. op reis En dan ja. had ik eigenlijk ook een beetje stiekem op de hoop. Ja, ik wou echt. Ja, ja. hier ook... Ja, ja want we, hij zat hier. Ja. En we hebben eigenlijk afscheid genomen met te zeggen um, tot dan, na bij als je die gewonnen hebt. Want ja, het is duidelijk... Het gaat een paar jaar duren dan. Ja. <laughs> ja, nu zeker. Ik denk dat hij er nu wel heel dichtbij geweest is. Hè. Maar ja, hij rijdt ongelooflijk goed. En ik, wat dat tijdens de live-uitzending ook zo vreemd was, is dat Caroline José zeggen de hele tijd van ja, je moet anticiperen uh, en dan moet Mathieu in een zetel zetten. Maar ik dacht, ja, laat hij gewoon zitten... En als je met drie naar daar rijden dan. Ja, het, het, het leuke is, als je mee, met dat twee type renners zit, hè, Mathieu van der Poel en Jasper Philips, en Jasper super snel. Eigenlijk had alles wat dat Jasper voor Mathieu had gedaan, was ook voor zichzelf geweest. Dus hij had op een bepaald moment wel kunnen anticiperen, want dat had zeker mogelijk geweest. Als hij met een kun of weet ik veel wie voorop geraakt, zit Mathieu in een zetel en hij is waarschijnlijk toch de snelste. Met een zekerheid van 90% de snelste van, uh, van die kopgroep. Mm -hmm. Dus uh, er waren wel bepaalde scenario's mogelijk, maar dat is niet gebeurd. Ik, ik denk dat iedereen in de finale ook. De, de hoge snelheid gewoon ja dood zat en uh, de omstandigheden van parijs-roubaix dit jaar die waren ook zo dat je de dagen voor de wedstrijd is er veel regen en zo geweest dan krijg je modder die modder loopt terug tussen die stenen en dan een dag of ander dan droog dat is echt de beste manier waarop je over die stenen kunt rijden dat is een boulevard geworden die kanten zijn hard gereden tot ons van een dag verdiend. dus de omstandigheden waren er gewoon met een hele snelle parijs-roubaix en snelheid in roubaix is dodelijk ja, het is ja. veel zwaarder dan allee, naar naar gevoelsmatig naar de benen toe, is dat veel zwaarder dan een natte parijs op een ja. of andere manier. Die steden zijn eigenlijk gevoegd geweest. Ja, die ja. waren gevoegd. Ja. En dat verandert... Allee, op, op drie dagen tijd kan dat weg zijn. Als het nu drie dagen mooi weer is en de wind komt erop, dan blaast die zand er terug tussenuit. Mm -hmm. Maar qua bestandigheden was dat echt mijn droom. Ja, ja. ja we hebben de snelste parijs ooit gehad, 46.8 gemiddeld, denk ik. Ja Dirk, uh, jij zei het al, Daar straks voor we begonnen hieraan, uh, het was een rotvaart hè, die we vaak zien de laatste tijd. Ja, ze hebben 2 uur en 50 per uur gekorst hè, en de, de vroege vlucht is dood precies. Er rijdt geen groepje ja. meer weg, er is geen moment dat stilvalt in het peloton, het is koersen het is van, van bij het begin. Um, ik weet niet waar dat juist aan ligt, maar... Ja. En Roubaix is bij uitstek de koers om in die vroege vlucht te geraken, om van daaruit, kunnen nog ver geraken. In het verleden vaak, ja, Tom heeft er ook ooit in gezeten, en een derde ja. geweest. Dit, dit gebeurt vaak, maar het was dit jaar gewoon, ik weet niet of dat nu met de wind te maken had, of inderdaad dat de ja, kasseien er beter bij lagen. Maar... Roubaix, Roubaix zeker de wind, in het begin van de wedstrijd, hij had de, was 11 per uur rugwind mm -hmm. of zo, of schuine rugwind. Dus dat zijn echt nou, een mooi weer, ideale omstandigheden om echt de gang in te houden. Maar dat is eigenlijk ook een beetje een strategie of een tactiek dat er de laatste jaren, en dat is iets waar wij in een tijd mee begonnen zijn zelfs, dat is van die eerste 100 kilometer niemand laat weg te rijden. omdat je hmm. toch twee of drie maanden moet opofferen om een gat dicht te rijden uiteindelijk. En we hebben het meeste baal bij, dat is als je twee, twee uurtjes uh, 100 kilometer afhaspelt, dan is iedereen zo. En je offert die twee maanden op gewoon om iedere keer als er twee of drie maanden probeert weg te springen, dat direct bij te zijn. En als ze dan in een tijd een quickstep of nu een zin of een jumbo meespringt, en, dat wordt, dat gaat dus en dan wordt dat gat op de auto altijd terug dichtgereden en blijft die koers in gang. En dan maakt je de koers gewoon zwaarder en ze zijn snel op de kritieke punten en dan rijden ze toch even weg. En dan, dan is dat controleerbaarder Dan kom je nooit in een situatie dat je door zeven minuten achter zit en dat je moet beginnen met drie ploegen gaan nee. rijden en dat nee. alles weer tricky nee. wordt. En dus uh, ik vind dat een heel goede evolutie, dat ze blijven koersen van in het begin, zeker in dit type wedstrijden. Nee. Ja. Ja, het is koersen van in het begin en het is ook heel vaak uh, aanvallend koersen. Dat is wel iets wat dat jij... Ja, op jouw lijf geschreven was, denk ik, hè. Is, is dat, als je dan kijkt, denk je dan van, ja, dit is wel ook een tijdperk waarin ik zou willen, zou willen rijden? Ja, absoluut. Maar ik denk dat dat iets is dat al lang bezig is. Hè. Ik denk... Uh Um, tactiek is iets dat je kunt bespreken op voorhand, maar dat je nooit helemaal in de hand hebt. En de manier waarop die renders nu aan het rijden zijn, dat is de tactiek die ik het liefst had. Onzekerheid, zaaien, niet goed weten wat er gaat gebeuren. In 2016 zijn wij ook weggereden op die strook voor het Bos. Ik en Anthony Martin met Wenen dan. Moesten nog wel naar een kopgroep toe rijden, maar dat is gewoon de ja, parcours gebruik voor wat er ligt. En zeker in een wedstrijd zoals Roebijn, moeten nooit geen afstanden, alleen geen bangen, maar van afstanden. Mm -hmm. Dat lijkt dan enorm ver, maar je kunt veel beter in de controle zitten. En in de rustfase zitten, dat je voor dat peloton zit, dat je al die, ja, die acceleraties aan die niet hebt, het, de stress, alle valpartijen die er ook toch gebeuren. En uh, dat is een wedstrijd die zich daar heel goed uit leent. Ja. ja, je zegt het zelf: heel veel valpartijen in, uh, in Roubaix. Dat is, dat is vaker het geval. Maar nu, ja, ik heb hier een paar opgeschreven. Maar uh, Van Baarle uh, breekt zijn hand en zijn schouder als ik er valt. Uh, en die lag, zag... bij, die lag bij je, hè? Nee? het samen. Ja, 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 en Sagan gaat ook onderuit op 150 kilometer van het einde. Uh, dat is, ja, is kloten voor Peter Sagan, zijn allerlaatste Parijsgroep. Ken je hem een beetje? Ja, ik, ken hem, allee, ik ken hem zoals de meeste van de ex-collega's hem kennen. Ja. En, uh, yes, nou. Ja, <laughs> ik heb hem altijd een beetje een rare vogel gevonden, maar ik moet zeggen, in het peloton zelf had ik daar wel een goede band mee. Ik ja. heb het gevoel dat niemand die kent of zo. Ja, die, die heeft zoiets. Ik, ik heb dat ook. nooit goed begrepen in zijn topjaren, dat hij zo populair was. Want je zei eigenlijk altijd van die ja. raar, ja. soms zelfs domme dingen. Zo van, wat komt er nu eigenlijk uit? En dan jullie, <laughs> Ja, want die won dan een 2K in Richmond. En dan begon hij ineens over de re refugees. En dan begon hij zo van die um, politieke, commerciële printpraat ja. te verkopen. Ja, dat dan waarschijnlijk de specialist was, ja. zeg ja, Maar dat... ik vind dat, het altijd een figuur geweest. He. Je kunt niet wegsteken. He. Op het moment dat hij goed was, was er heel weinig aan het doen. Dat was echt. Allee, een van de beste kruisvormen dat ik ooit tegen gereden heb, denk ik. Dat was een, een keer tom, een grote topjaren. Ja, en dan marcheerde dat wel goed. En, uh ja, maar het, was, het is een speciale en ik, mm. ik, ik, kan, ik kan hem wel volgen, want hij is echt volgens mij zo hard geleefd geweest, omdat hij nog heeft toegelaten in het begin of niet voldoende beschermd is geweest, dat hij gewoon zijn, zijn breekpunt ergens bereikt heeft en nu gewoon dik tegen zijn goesting rondredt. En dat straalt langs alle kanten vanaf. Ah, wel, ik vraag het mij af, want ik, aan de Ronde van Vlaanderen um, had ik een kort interview met hem en toen had hij denk ik wel iets voorbereid, zo voor het publiek. Uh, dus dat was het wel. Ja, het was dan niet super lang, maar het was dan: Yes, I'm always very happy here in Flanders. Thank you. Dus ja, alleen, dat, was, dat was voor Peter toch al een grote speech. Dus maar ik denk dat hij het hij wel rond mijn zekere mijn zekere dankbaarheid of zo. Alleen. Toch, aan het begin van de, ik, de koers. Ik, ik, ik herken dat wel een beetje zo, weten dat je in je laatste jaar dat, dat veranderd wel was. Dat ja. we de, de eindmeet zien liggen, letterlijk dan. Ik denk dat dat wel uh, een soort van ja, ontspannend gevoel moet geven ook aan hem, van ze zijn er bijna vanaf. Zo wat bevrijd eigenlijk? Ja, ja. omdat hem, ja, hij komt tot een, gewoon een periode geld. je moet zeggen ja, is, ja. Ik denk dat hij ook gewoon in zijn leven uh, re, dat hij gewoon hunkert naar een nieuwe start te pakken mm -hmm. en iets. En hoe was dat voor u dat, dat laatste seizoen? Je wordt toch over bezig? Je ik ik, ik beseft veel meer dat het eindig wordt. en uh, ja, Je probeert er dan nog eens een volle van te genieten. En dat verandert toch wel een beetje hoe je een wedstrijd aanbadt. De slechte dagen waar je dan vroeger van zou zeggen: voert, blijf hier rustig van echt rennen. die zijn er niet meer. Want je wilt overal nog volle mee meekoersen en, en dan proberen uh, het beste ervan te maken. En uh, ja, dat is een andere manier van een wedstrijd beleven. Mm -hmm. ja. Ja, ik denk dat Sagan ook al langer bezig is met afscheid denk nemen dan, dan, dan ja. dat jij ja. ja. dat nee maar we ja. hebben, hebben toen Quickstep in 2016 gevolgd je ja. had toen die zware val, gaat die had... schedelbreuk ik denk dat er bij jou een soort van motivatie was om het nog ene keer of nog eens te tonen. Ik, ik ben echt gewoon genecht geweest in die schedelbreuk, want ik heb eigenlijk toen na dat WK in Richmond volgens mij mm -hmm. was ik keigoed aan het rijden en ik was in Richmond ook een van de beteren in de koers en uh, we waren de laatste ronde nog teruggepakt ik kom terug naar huis en we gingen nog in Duitsland een koers rijden. Pff, ik weet zelfs de naam niet meer. Ik win die koers nog drie dagen later of zo. Dus hey, jetlag of niet, met ik allemaal niks uit. En toen de ene keer, ik hey, zal Abu Dhabi niet mee gaan rijden. Ja. rondje van drie dagen en we blijven nog twee dagen kinderen en we sluiten het Duitse seizoen af. Was dat maar de, de fitter die je Ja, dagen, ik heb ja. met een ja. domme kop. Hè? Ja, dat is goed, ik ga wel rap mee. Tweede dag, ik op mijn kop. Twee weken daar, een week in het ziekenhuis gelegen. Nog twee weken daar moeten blijven. Hm. Bloed kwam uit je en, hoor. Ja, en dat was gewoon. Als ik dat niet had meegemaakt, dan denk ik dat gewoon 16, 17, 18, misschien ook nog langer had gereden, dat dat gewoon keurig jaren nog waren geweest. Maar dat was dat mocht u eigenlijk zes maanden niet fietsen, ik heb dat enorm aan afgezien. Ja. En 16 met haken over de sloot, nog tweede in de Roubaix toen achterhemen en uh, en dan toch nog van collect to collectief Moment van, uh, van treuren is, denk ik, in heel ja, Vlaanderen. Dat is niet normaal. Ja. Nou, wel, maar Dat is kei bizar, hè, want ik heb nu Roubaix toch al een paar mooie dingen laten zien, maar dat was voor mij mijn schoonste Roubaix dat ik ooit gereden heb. Rijen, hè? Dat was, ik was niet de beste in die kopgroep ook niet. We waren met een aantal renners voorop en ik denk dat dat niveau ongeveer gelijk zat. Ja. En iedereen had zoiets van alles op tafel. En dat is gekoerst geweest en dat was zo leuk om te doen. Maar ik had ze wel moeten verrichten. <laughs> Ook de enige ja. keer, ik was toen op de piste in Roubaix, toen dat heemen over de streep kwam, dat, er zo, dat heel het stadion zo even. Oh. En dan pas juichter. <laughs> want iedereen was zo ontgoocheld dat hij niet won en dat Hemen won. En dat was zo effe, ja. dat is de eerste keer dat ik dat ooit heb meegemaakt, zo even dat. Oh momentje, een oh momentje. Ja. Ja. Huh? Oh, dat was zo zuur oké. Want ja, die gaat op een bepaald moment ook echt gewoon aan om tweede te worden, hè. Want ah, ja. we waren ja. eigenlijk, wij waren met twee weggereden dan, of hij was naar mij toe gereden. Die gaf er dan nog een lap op, maar die was fris, die had eigenlijk de laatste 50, gezeten. 60, 70 kilometer in het wiel gezeten, wat dat zijn goed recht was natuurlijk. Mm. En die, die pakte erover en ik moest echt krabben om daar terug naartoe te kruipen. Maar toen zat ik erbij en dan wist ik ook van ja, 90% kans klop ik die niet in een sprint. Mm. En ik ben zo hard bezig met die moment van oké, okay, ik kan hier gewoon hem voorbij rijden. Ik, en dan komt Van Marke daar nog tussen hangen. Zo, en je het is hangt, door hè, eigenlijk. En je hangt zo ja. 50, 60 meter naast mij en je houdt heel die bocht eigenlijk de deur dicht. Ja, en hij komt eruit en dan is het niet verder Zet Zet je dan nadien kwaad op Sepp? Eigenlijk, nee, nee, ik denk dat als je dat het eerste jaar van je carrière meemaakt, ja. dat je daar uh, iedereen bij elkaar slaagt en, en heel het kot in brand wilt steken. Ja, wij zaten toen in de wagen in, met, met Fitte en ja. met jou toen naar het restaurant ja, gereden. Dat en eraf. En wat dat mij toen verbazen was dat, hoe makkelijk dat jij daar eigenlijk overstapte, van nou, oké, okay, ben tweede geworden en Fitte zat toch in zak en af. Ja, maar ik weet niet wat dat is, Seb van Marken heeft op die moment alle recht van de wereld om te proberen van door ja. eerste of tweede, dat of, nou is nu derde, nee zelfs niet derde. Ja dat was vierde denk ik. Maakt nee, niet uit. Maar um, je hebt het allemaal voor die koers te winnen hè. en dat, dat, ja, dat hoort er gewoon bij. Ja. Het is dat is genoeg. Ik zag voor dat je... Aha, ja. Ja. <laughs> we alle drie iets zeggen. Nee maar ik denk dat je, je, je wordt daar voor een stuk ook wel... Ge, ge, je hebt gekoerst en je hebt geklopt ja. op, op je waarde. Ik denk dat dat we gisteren bij, bij Wout het grote ah, ja. verschil was. Ja. En die pech. Je wordt, ja, pech en je wordt niet geklopt op je waar Ik denk in de, in de Ronde van Vlaanderen dat het makkelijker heeft om ja, te aanvaarden dan, dan gisteren. wedstrijden waarin dat je weet van... want denk dat ik daarom er ook vrede mee had, omdat toen dat een heel moeilijke periode kwam en dat was gewoon al een succes op zich. Die wedstrijd was plezant geweest. Ik had ook terug die klik gemaakt. Ik durfde terug vechten voor mijn plaats, wat de weken ervoor echt een ramp was. Hm. Ik panikeerde altijd. Ik had ergens zo'n veiligheidsklep in mijn hoofd die was opgesprongen. En als het heel gevaarlijk werd, ik, als we met 50 man waren, draaide ik vijftigste de kwaremond op de laatste keer in Rond van Vlaanderen. Mm. Dat kun je niet meedoen verwinst. Mijn benen waren op zich wel goed, maar gewoon ja. En dan in Roubaix, een echt een super uitgekend plan gemaakt. En daarom dat we toen ook zijn aangevallen naar voor het bos met Tony Maarten, zeg: we moeten zorgen dat we door dat bos zijn. Ik zeg, Dan komt het wel goed. Dan is dat hoger 20, 30 man nog, en dan maakt dat op zich niet zo heel veel meer uit. En dat viel toen ook allemaal in de plooi en uh, op een heel ontspannen manier eigenlijk die finaal kunnen doen. Maar wat dat Wout meemaakt, dat wilde niet meemaken. Dat wilde echt niet meemaken. Ja. Maar ik vind het spijtig voor de koers op zich ook, omdat ik blijf erbij. Ik denk als Wout wel uh, bij Mathieu blijft daar. En Mathieu gaat ook niet rijden. Philipsen zat daar achter. Mm -hmm, ja. En dat had ik wel willen zien wat er had gebeurd. Dus, ja. Uh, ja. de koers is de koers die gebeurt en we hebben de verdiende winnaar denk ik maar uh, we hadden een heel ander scenario gekregen volgens mij zonder die gelijke man ja. Ja, ik, wil, ik wil misschien nog heel even duidelijk maken hoe dat komt dat uh, jij Tom uh, gevolgd hebt in de auto, want jullie, ja. jullie you go way back toch uh, way back ja, 2016 hè, toen Tom zo had aangekondigd, van het is misschien mijn laatste jaar, ja. want er heel veel productiehuizen die daar toen zijn opgesprongen. Wij zijn toen naar Quickstep gegaan uh, met het idee van, uh, we willen eigenlijk graag de, de ploeg een jaar lang volgen. Um, een jaar lang mm, een camera op te ontwonen uh, nee, en we hebben toen eigenlijk heel de ploeg gevolgd en dat was eigenlijk ook het verhaal waar Patrick fever toen in, in meeging, het was voor de children remember? Het was voor yeah. <laughs> <for the children. laughs> <It laughs> de children uh, de eerste avond de eerste avond op stage deed Patrick de speech van waarom wij daar waren en dat dat voor, eh, later als je gestopt bent gaat dat je kinderen kunnen tonen ah, ja. Dat hebben dat, dat nog, kan nog, nog niet gezien het was voor de children en toen hebben wij eigenlijk een jaar lang quickstep gevolgd en dan in het voorjaar was dat vooral de klassieke ploeg waar dat tom deel uit maakte. Ja. Maar dat was toen een hele jonge Julian Alaphilippe die toen net bij kwam, kwam piepen, uh, uh, Tour de France gedaan met hen najaar uh, en dan het WK toen jullie nog wereldkampioen ploegentijdrijder werden in uh, 16. Was dat een katanaal? Doha. Ik, Doha. Doha? Ja, dat ja, de eerste uh... keer? 16. Doha. Was Ja. Was dat jaar tussen. Gillen zei even groot. Hè? Wist je mij vorige week te vertellen? Ongeveer, en ja. van, vanzelfde jaar, Van hetzelfde bouwjaar. Heb je toen geprobeerd om een fiets los te weken bij Tom? Nee. Om vanuit journalistieke overwegingen. Soms wordt dat gedaan. Ik had al een specialist. Er zijn andere journalisten dat dat doen. Die journalist is trouwens nog altijd een beetje boos. Omdat we. Herinneren jullie een Belgasport nog met het. Ah, ja, het ja, ja. vastpakken van de, van, de de van de hespen. <laughs> ja, en uw commentaar daartoe op was... Uh, ja. daar weet je, je, niet weet je het nog? Pff, weet je dat zeker? Zullen ja. ja. oh, we er nog over beginnen? Ja, <laughs> ja. <laughs> naar de koers. Ja, ja, naar de koers. Uh, want het ging net over, uh, over Quickstep. Ja, die mannen hebben wel echt ongelooflijk veel pech gehad. Hè? Deze koers, Senechal, Asgreen, Ballerini. Uh, en dus drie man, DNF's. Gaat Patrick dan weer de bus in? Ik denk dat hij op dit moment het gewoon opgegeven heeft. Nee. Echt. <laughs> ik denk dat hij het niet meer op de bus is geweest. Alhoewel, ik denk. Allez, Patrick is nu wel niet degene die als, uh, zijn verantwoordelijkheden uit de weg gaat. Maar ik, ik vind dat zo. Hey, op het moment dat dat begint. Hè, dat ja. komt zelden nog goed. En vaak hebben ze daar, ook ben nog wel eens een keer goed gemaakt, of ik heb het nog goed gemaakt vroeger, ja. maar dat is uh, ergens een fout gebeurd, voorbereidingsgewijs, weet ik veel wat, strategisch denk ik niet, maar die hebben ergens in het, ja, het hoekje beland waar de klappen vallen, zitten ze overal te ver, dat wordt gevallen, daar is het meer lek, uh, meer situaties waar je niet wilt ingeraken, mm -hmm. komt dan terecht en uh, dat heeft zich gewoon voortgezet. En ik denk dat dit jaar een jaar is om heel snel te analyseren, niet mm -hmm. te vergeten. En uh, ja, een aantal beslissingen te nemen, want ze zitten sowieso op een kantelpunt met die ploeg. Gaan we nu volledig voor die grote rondes gaan? Hè, gaan we echt die ploeg compleet beginnen versterken rond Remco? Maar ik vind niet dat je als uh, Quickstep zijnde het DNA van je ploeg kunt gaan nee. veranderen. En dat zijn klassiekers winnen. En, uh, ze gaan daar blijven over... op inzetten toch? Hè? Ik ah, wil ja. versterken dat het allebei kan. Ah, ja. Dat doet u wel iets, denk ik, hè, niet? Als ik ge... vind dat erg, ja. Ik ja. vind dat echt erg. Allee, ik bedoel, het is niet dat ik dat van Liga Huilen heb gisterenavond of zo. <laughs> maar ik vind dat wel erg, want ik denk, als iedereen valt, Lampaard zit eraan net niet mee en noem maar op. Ja. Nee, maar ze waren niet in koers. Ze hè? zijn niet in koers, ja. Het ja op zijn, het moment zijn... dat, dat Jumbo op Havalui eigenlijk richting Bos beslist, van, of daar het plan had van, inderdaad, ja. we willen daar niet met peloton naartoe, maar met een kleine groep. Zijn, rijden de vijf, zes sterkste weg in koers. Ja. En er is geen Quickstep mee. Asgreen is niet mee, Lampard is niet mee, Van Nerbergen. Er is zelfs niemand die kan meeschuiven op dat ja, moment. Ja, maar zo'n kritiekpunt in een wedstrijd, dat is al een aaneenschakeling van duizend ja. andere kritieke punten. Waarom dat je daar niet zit? En, en, en ik was al de weken verdiend, dat was al. Dus dat heeft zich gewoon nu nog maar eens voortgezet. Ik had ook niet verwacht dat er iemand van Quickstep in één keer dat op Panama Tag ging reizen. Asgreen misschien wel, maar dan in een andere situatie. Vlaanderen was in al niet slecht. Ik mm -hmm. dacht misschien dat je kan meeschuiven, dat, dat je net nu wel vrijheid gaat krijgen. Ja, maar dat is dan niet gebeurd mm. en um, om zo met die mannen van nu, van het moment, mee over uh, het bos te geraken op topsnelheid had ik ook niet verwacht dat het dat wel ging kunnen. Ik las wel een interessant interview met Patrick en met Nicky Terpstra nee. en daarin zeiden ze van, uh, of ik denk dat Nicky het misschien zei, Quickstep mist een rotzak, zo een type, type Nicky Terpstra, laat ons zeggen. Is dat zo? Moet je een rotzak zijn om, uh, om die de, grote koersen te winnen? Nee, helemaal niet. Je moet geen rotzak zijn. Je moet, je moet uh, een sterke leider. Je begon een kopman nodig, denk ik. Ja. Niki was, da, Nicky was wel een rotzak, per, ja. per, per toeval. <laughs> nee. nee, dat is niet waar. Niki was eigenlijk best wel een toffe gast. Als, als je samenrijdt met Nicky. Is best wel een toffe Als je, je samenrijdt, samen, ja, 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 uh, ja. ja. Ik heb Nicky pas leren kennen toen we in de ploeg raakten. Uh, ik ben er <laughs> bijna van alles toen ik hoorde dat hij ging komen. We hadden altijd ruzie, altijd. Omdat we altijd weer sterke karakters zijn. En uh, als hij komt, dan ik een er weg. heb ik tegen Patrick ooit gezegd. Ik ben daar gebleven, maar gebleven, want ik vond een andere ploeg op dat moment. En, uh, en dat klikte te kijken. Hoe wonderwel! zijn echt goede vrienden geworden. En ik hoorde je nog vaak zelfs. Maar, is dat niet, maar is dat, ik denk dat dat is wat alle fever daarmee bedoelen. Een sterk karakter. Een sterk karakter ja. en iemand die voor zijn ploeg, ja. eigenlijk als dat je zei van, ik denk dat Nicky de, de, de grootste roodzak was om tegen te fietsen, maar de beste maar, ploegmaat om en, met als te fietsen. ploegmaat, echt waar hè. Ik, ik, ik ben je nog dankbaar hé, ja. blote knieën gaan ik ervoor voor hè. de dingen dat we samen hebben meegemaakt ook, en waar we elkaar ook kunnen. En ik stuurde na Gent-Wildegemp trouwens naar Nicky een berichtje, ik zeg Nicky, Zeg stelt u nu voor, hè, zo hypothese, ja. dat je bij mij had kunnen blijven, bij, <laughs> Wat hadden we dan gedaan? Ja, gekoest natuurlijk, rotzak. We hadden gewoon, gewoon gekoest tegen elkaar. Ja, ja weet je niet. Dat, dat vind ik toch wel echt. Is, ik vind een koers, dat is iets helemaal anders. Een koers weggeven. Ik vind dat je dat kunt weggeven. Ja. Nee, dus, dat ja, je hebt gewoon afbreuk aan alles. Het is eigenlijk niet echt iets helemaal anders. Het heeft misschien ook wel met deze wedstrijd te maken, want ja, Wout wint hem niet. Zou je niet denken van.? Ik had beter. Gent Wevergem niet weggegeven? Ja. Oh, die is daar niet mee bezig. Maar ik wil daar gewoon even op terugkomen. Ja, dat kijk. is toch ook een beetje naar een raar beeld. Denk ik. Stel dat jij met Nicky naar de, de piste zou rijden. En je, je koers steeg. En je begint te sprinten. Dat is toch koers? Ja, ik weet niet voor een de, voor, voor de sponsor. Maar de vraag is: wat had Patrick dan je Had je ge, want... ge dat, ge dat gemogen? Ja. ja, ik mag alles. Hè. Mag alles <laughs> is... en ik mag alles en ik moet niks. Oké, okay, ja. Nog nee, nee, zo ik, ik weet het zelf ook niet, hè. maar ik weet wel, qua mentaliteit, en uh, daar staan ik nu nog altijd achter, dat ik en Nicky wel gewoon gekoesterd op een bepaald moment. Mm. Ofwel moeten we echt die zeggen: Gaas, ik zit zoeker, pak me gewoon mee. En dan had er waarschijnlijk ook gewoon tevreden mee gehad. Maar andersom denk ik ook zo. Ik denk niet dat wij zoiets hadden gehad van, oké, okay, we zijn hier nu met tweeën weg, we gaan gewoon samen proberen te blijven. Ja, Die hand in hand uh, met, worden met Ja, blijvend naar elkaar, bijna ja. elkaar tongend. Maar, ik... maar dat is even goed hè? Dat is ja. even, iedereen, iedereen heeft recht om te doen wat hij ja. wil met zoiets. Maar uh, ik zei mijn verhaal eigenlijk wel, want ik ging ergens naartoe sturen daarmee. Ja, ik... Het ging over uh, Nicky, de rotzak. Ja. Ah ja, nee. Dus maar ik wil maar zeggen, wij waren twee heel sterke karakters. Ja. We hebben een, een omloop toen dat jaar, hè, dat we daar uh, werden afgemaakt door Ian Standard. Uh, dat was hetzelfde een beetje. Hè. Dat was ook. Uh, hey, ik was dan de kopman en ik was de snelste van die kopgroep en ik had die wedstrijd waarschijnlijk met mijn twee vingers in met een kunnen winnen. Maar dan Stijn en Nikki. Ja, ik wil ook winnen hoor. Ik zeg, ja, dat is goed, dat is goed. Dan gaan we koersen. Hè. <laughs> Een ander voorbeeld, dat kan slecht gaan ook. Maar we um, koesten toen gewoon en we werden dan wel afgemaakt. Maar dat was een andere situatie, omdat er nog iemand bij was die nogal 50 kilometer in het wieling. Mm. Maar Nicky en ik, wij waren twee kopmannen die daar echt wel ja, een bepaald karakter hadden en daar een, een ploeg konden rondsmeden en meepakten. Zo op als eigen enthousiasme en ja. zelfzekerheid ook wel, denk ik. En dat mankeert momenteel een beetje bij Quickstep, zitten Er zitten alweer een aantal goede renners aan boord. Al afliep is niet op niveau wat je ervan moet verwachten. En wat krijg je dan? Dan heb je in die tweede rij mannen die zeggen: van Het is misschien aan mij. En dan krijgen ze dus wat gedrag En die sfeer gaat weg. En er wordt wat minder gereven voor elkaar. En dan hebben we in één keer geen kopman meer. Ja. Die absolute kopman heb je toch nodig. Hè? Of, ja. de twee, nou, of de Een leider vooral. Ik zal niet zeggen dat dat het woord kopman moet hebben. Nee. Maar iemand die aan een ploeg leidt. En uh, dat moet daarom niet degene zijn die het uitslag rijdt. Hè. Mm -hmm. Maar iemand die. Ja, ja. Uh, Organisch boven de rest staan, waar dat ze een beetje van We gaan samen. Wat Jasper nu met Mathieu ook heeft. Hè, want Jasper in Roubaix. Wat hij gezagd het is dat gewoon. Hè, de zelfzekerheid droopt er vanaf. Dat vind ik heerlijk om te zien. Dat heeft te maken met Mathieu. Dat heeft ook te maken wie Jasper is. Maar het is het geheel dat moet kloppen. Ja, ja um, Jumbo heeft wel de kopman. Uh, Wout van Aert. een zelfs. Nou, mm -hmm. kopmannen, maar die beginnen eraan op ook 100 kilometer van de streep. Uh, Avrouis Ah, Wallers. Ja, klopt. Uh, ja, dat is een groep waarvan je weet dat het een goede is: uh, Dirk Kung, Laporte, Wout van Aert, Mathieu. Mathieu. Degenkolp, Degenkolp he, eigenlijk, de vijf, wou, vijf van de sterkste renners. En ik vroeg me af van hoe spijtig. Of zou de koers er anders uitgezien hebben, moest Laporte daar niet lek gereden hebben? Want Jumbo zat op dat moment met twee mannen van voor, de twee mannen die ze van voor wouden. Mathieu zat geïsoleerd. Oké, okay, Jasper en, en Vermeers en zo zitten in dat groepje erachter. Maar die komen ook wel net terug omdat er even die onduidelijkheid is. Laporte rijdt lek. Oké, okay, wat gaan we nu doen? En ineens verandert de koerssituatie en draait alles om en komt Alpes in met drie man, hè, want Ghana rijdt het gat dicht met Philipsen en Vermeers erbij. En Dan krijg je die kopgroep van voor en dan merk je toch dat ja, Wout een beetje afwachtend begint te koersen um, en Alpecin ja, neemt, het, neemt het vol, vol in handen, hè, want ook Mathieu zet zich niet aan de kant, sleept niet, pakt mee vol over. Ik ja. nee, zou ook denken dat hij de andere meer zetwerk. Ja, had. ik had ja. verwacht dat er meer Jasper en Jannie en, en het, het werk ging laten ja, doen. Maar... Het vol, ja, Jannie deed wil wel Ja, Oké, okay, maar het ding is dat Mathieu dat ook het werk niet schuwde. Nee. Ja. Uh, en dat is ook wel iets bizars dat, dat mij gisteren is opgevallen, zelfs daarna nog, uh, als ze met zeven waren, of met acht waren, die hebben allemaal blijven mee ja. overpakken. Hè? Ja. Ja, ja. Allemaal ja. constant. Er is geen enkele, zelfs John Degen koopt niet, <laughs> die is beginnen slepen. Hè? Ja. En ik vond ja. dat verwonderlijk, want dat is echt iets dat ik uh, nooit heb meegemaakt. Nee. Als er twee of drie man aan een ploeg bij zit, dan is het meestal oké, okay, je zit bij en relax en ziensbiedt wel wat er gebeurt. Betaalde misschien? Nou, de, enige, de enige die was deed, is... was Woud. Omdat er ja, Laporte ja, ja. en Van Ooydonk waren van achteruit druk aan het zetten. En die, uh, waardoor je kon zeggen: van oké, okay, mijn ploegmaats komen. Uh -huh. Was ook misschien wel juist om, om Alpes in te verplichten om te blijven, uh, blijven werken? Maar ik vond dat daar zo wel eens een moment van. Daar kantelt de koers wel van. Jumbo heeft het voordeel. Ze dus hebben het uiteindelijk op die strook van Aveluy geforceerd. Klein groepje naar het bos. We zitten in de meerderheid. Ja. En dan bij het uitdraaien rijdt, rijdt, uh, rijdt Laportelijk. Ja. Er was echt straks wat um, discussie over. Over een de, over de tactiek van Wout. Hij, hij rijdt niet meer rond. Hij sleept wat. En eigenlijk op elke aanval die Mathieu doet, is hij mee. Maar het valt zelf eigenlijk niet aan tot op een bepaald punt um, en dan zijn er stemmen die zeggen ja dat is eigenlijk niet goed gereden maar als hij wint heeft hij toch altijd slim gereden. Ja, ik zag ook een tweet van Zonneveld en die zei van de uh, van aard is het bord van, uh, van Van der Poel aan het leeg heten, met het bord erbij. Ja. ja ik denk dat iedereen probeert zijn eigen ah, ja zijn eigen, um, ga zeggen. Zijn eigen strategie op te leggen aan de rest. En de enige dat hij heeft gedaan was Mathieu. Ja. Wout heeft gewoon alle. Hij had één renner in het oog, zoals dat vaker het geval is. En hij heeft geprobeerd om die in, uh, zo goed mogelijk te benutten. Want hij wist ook dat Mathieu ging proberen om hem er ergens af te rijden. Dat is dan niet gelukt. En dan komt dat kritiekpunt waar uh, Jasper dan uitwijkt en de uh, in de decor belandt. En die staan eigenlijk benauwd stil, want die zijn om te corrigeren. En die cassette dat is bos, 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 bos. Zeg 10, 15 per uur trager dan de uh, seconde ervoor. Hij gaat langs links weg. En dan gaat Mathieu er toch ook weer, makkelijk naartoe eigenlijk. Mm -hmm. En uh, enkel Jasper moet dan een gat laten. Maar uh, ik denk niet dat er, ja, dat, dat Wout beter was als Mathieu, simpel gezegd. Nee. Nee. Dus, ja, hij moest, hij moest dat ook doen. Dat is, ja. Maar ik hij had ook misschien me, minder vertrouwen. Ik, ik spreek mijn bewondering uit voor Wout van Aert, dat ja. hij vanaf Harald een klik heeft gemaakt en dat hij een koersje kan winnen. Terwijl hij niet de beste was. Dat kon je vroeger niet. Vroeger nee. moest je met kop en schouders bovenuit steken. En dan won je zijn wedstrijden. En veel wedstrijden. Harald Beke was in de minste van de drie. En hij wint die koers. En dat, is, dat, dat definieert voor mij een kampioen. Of een grote kampioen in wording. Dan, en toen dacht ik ook oh, dat een Vlaanderen ging kunnen winnen. Maar dat was dan niet het geval. Is dat een klik die je ook hebt moeten maken op een bepaald moment? Je bent niet altijd de beste in die een koers. Daar moet je gewoon vrede mee hebben. En je nee. moet ook niet altijd de beste man in koers zijn om een koers te winnen. Maar je ja, we moet er wel tegenal doen, zeker in bij en Vlaanderen trouwens ook. Hè. Ja. Klassieker is dat niet gemakkelijk om uh, niet bij de beste vijf te zijn in een wedstrijd. Nee. Te doen, dat was wel dat moment bij, bij het, als ze eigenlijk de strook van Monzo op vel gedaan hebben. Draaien ze rechts op en dan weten van ja, daar ligt ze nog een murken. En daar trok uh, ja. Mathieu vol door. Ja. Dat was zalig. Waarschijnlijk ja. met twee weg. ik twee minuten ervoor al dat dat ging doen. Ja, dat, dat, ja. Zo, dat ja, is Parijs-Robijn is biljartvlak. En daar is één ja, 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 van die ja, plaatsen waar je op, kunt wegrijden. Slecht stukje. Ja en, strook is ook zo. Dat loopt zo op dat ja. stukje. Dus je komt er piepen dood af, dat is een rechtsbocht. bocht, die ligt ook altijd heel slecht, mm -hmm. dus je kunt er ook niet echt zo snelheid mee oppakken, dus je staat er bijna stil, die benen zo nog aan het, naar het trullen van die kasseien, en dan paf, zo'n 400 meter sprint de op. Ja. ja, dat ziet er ook zo ver fikt, uit als fikt, je fikt, daar voor staat. Allee, te veel lijkt dat echt dat je mega ver aan het sprinten bent. Ja, dat is een ja. maar, dat maar daar gebeurt da het vaak hè? Ah, Wel, daar gebeurt het vaak, en het feit dat hè, Mathieu is, is eigenlijk weg met Wout alleen, want de rest moet, uh, moet daar lossen. En ook daar neemt van Aert niet over. Het mm. is dus op dat moment, oké, okay, het is nog 50 kilometer te gaan, maar zou je denken van, oké, okay, nu zijn ze met twee weg, nu koersen ze ervoor. En ook daar ja, doet hem het niet, of neemt hem het risico. Ja. Had Wout misschien ook minder vertrouwen omwille van die blessure? Het was afgetapet, ik weet het niet. Om oh. in het hoofd te spelen. Ja. Kan, ja. ja. José zegt altijd... Um uh, elke renner heeft zijn verhaal in Parijs. Er zijn honderd verschillende verhalen. En uh, na de koers gaan we dat pas weten. We weten dat pas morgen, zegt dan. Vandaag was er een leuk verhaal, vond ik. Edwald boasson hagen moest uh, extreem dringend gaan kakken. Dus die is tijdens de koers gestopt bij een mobiloom. En is in een mobiloom ingegaan. Dat is zo'n mobiloom waarin de papa waarschijnlijk zegt Jongens, niet, niet kaken in een mobiloom. Maar wel, ergens in een tankstation. Dus nu ligt er ergens in een mobiloom van een Vlaamse vader. Een Noordse drol. Een drol van het van Die hebben die misschien al zo echter gehaald en vacuum <tomst> ja. getrokken En die gaan nu thuis zo, zo een luchtdicht kubusje maken. Zo, het glas dat ze die op de stoof kunnen zetten. <tomst> Zo, he. Helemaal in implexie gemaakt. Ik tekenen ook zo. Ja. Ja. Wie die, die ik, hoop dat, ik hoop dat het een schone aarde was. want nee. Anders moeten ze potten pakken. Nee, ja, maar met die, met die energiedienstje ah. die energie en zo. Ik verwacht het niet. Nee. Ik had toch die kunstenaar dat zo uh, drollen verniste en dan. Uh, Marcel Duchamp, die van die urinoirs, deed hij dat. Wat dat was ja. ja, rolling. Mij ineens zoveel cultuur. Je zou, ja, je dat niet ja. zeggen? Dat is gebriefd geweest. Ik heb dat opgezocht. gezocht. Nee, nee. Nee. Maar, maar ik weet niet dat is. Ik weet dat juist. niet dat het juist is. Je mocht dat toegeven als je het opgezocht hebt. Ik geef het was een ingeving. Het was een ingeving. Uh, oh, maar ik weet niet ja. dat het juist is. Uh, Oké. Okay. Goed, dat tegen de volgende keer je kunt het opzoeken. Dat er ooit ja. zo ergens moeten. Uh... Uh, well, uh, <laughs> ja, ik kan het vertellen. Ik heb ooit eens een verhaal... Is het uit. waar of niet ja. waar? Ja. Nee, nee, het is een waar verhaal. <laughs> het... ja, dat, <laughs> oogrol, nog een, dat was oogrol, een tijd oogrol. dat niet alle renners overpakte. En uh, we zitten in het jaar van O'Grady denk ik. Uh, we zitten eigenlijk al heel de koers achter de feiten aan te hollen. En ik, uh, ik had al zeker een uur krampen man, maar krampen, maar dat was op 50 of 40 van de aankomst. Hè. En we zitten met een groepje met hosten en de volderen wie zat er nog allemaal bij, die er al keihard in het wiel. En ik op een moment, ik zei ik, ik, ik moest, moest hè, maar ik, het was niet dat ik echt moest, gewoon eens een dikke scheet laten. <laughs> En ik pak één keer over en die man zo, we mogen niet. Ik zeg, ik pak één keer over. Ik wou gewoon van achter in dat groepje gaan, en ik wist niet wat er ging uitkomen. <laughs> en die mannen zo, nee, nee, we mogen echt niet. Ik zeg, één keer. En die zo, nee. Ik zeg, goed, dat schijt ik gewoon al je gezicht. En dan heb ik ja, een heel nat scheetje gelaten. En de volgende strook ben ik van die mannen weggereden. <laughs> mijn krampen waren weg. En ik kom op de piste aan, en dat was uh, Roger Hammond en wie nog. En dat ging nog voor een derde plaats. En ik moet eerlijk toegeven, dat is een enig scherm dat ik een beetje ingaan heb om hier nieuw podium te staan. Want ik durfde niet. Maar. Ik wist niet wat er van achter in mijn broek zat. <laughs> En toen geen witte broek. Hè? Nee, dat was nee. geen witte broek. Nee. Ik heb voor de rest van mijn carrière mm -hmm. ben ik nooit moeten stoppen om dat toilet te gaan. Mm -hmm. Mm -hmm. Voor alle duidelijkheid, Tom. Maar dat was stel, nog... stel, je moet zelfs gaan, dan mocht je. Ja. Dus je mag maar, allee, <laughs> dat is gewoon eigenlijk... maar. Ik wil niet <laughs> even opwerpen hier in de groep. Maar als je in de finale van parijs bij zit en je hebt nog kans om te winnen en je weet als ik stop, is gedaan. Wat doe je dan? Ik ga los Natuurlijk. Je bent daar zes maanden mee bezig geweest en het was ook niet dat we dan, dat dan... Ik wist dat... Dat was gewoon maar die sjelletjes allemaal, die sportdranken, dat ging zo even ja. en die krampen zijn weg. Dan doe je dat toch. Ja. Dan... Ja. Dumoulin bijvoorbeeld. In 2017. 17. 17. Je stopt wel natuurlijk. Ja, ik vind dat zot. Ik zou nooit stoppen. Nee. Allee, alles wegsmijten wat je veel gewerkt hebt, omdat je wat krampjes in een buik hebt. Ik doe dat niet, hè. <laughs> nee. Oké, okay, goed. Voor hetzelfde geld verliest je de Giro, hè. Ja, ja dat is waar. Ja. Allee. Allee. Voilà, bon. dus echte kampioenen kakken in een broek. Als nou, het moet wel, ja. Of in een klaksje. Voilà. Of in een klaksje? Voilà. Jan Oerige heeft ooit in het klaksje ja. van zijn schoonbroer uh, gekakt op de, tijdens een tour. <laughs> Oké, okay, genoeg over kak, denk ik. <laughs> uh, dat is altijd goed zo, hè. De ja. maandag. Ja. <laughs> <laughs> um, uh, we zitten aan uh, ja, Carrefour de Larbre. Uh, toen heb jij, we hebben het er even over gehad, maar jij schreef echt in de WhatsApp-groep Dirk. Uh, Mee hem. Ja, omdat dat is, dat is de strook waar het gebeurt. Daar weten we dat, dat, dat het gaat gebeuren. Dus, maar wat mij wel opviel was dat Van der Poel daar achteraan dat groepje ging hangen bij het opdraaien van Carrefour. Ik had verwacht, of jullie. Ik heb het ook gezien probeer je meestal vooraan ja, de stenen op te draaien. Gewoon ook omdat ja, die eerste... Eh, je draait daar rechts op en dan heb je die links rechts een bocht. Ja. Dat is al echt slecht. En dan na die rechts een bocht komt er een stukje dat eigenlijk geen kassei kan genoemd worden. Gewoon. Ik weet niet hoe je dat moet noemen, maar dat is gewoon een kapot gemalen granietwand van een berg gevallen is en dan <laughs> duizend jaar gelegen heeft en dat ze dan met een tank opgeschoten hebben. Zo dus <laughs> ziet dat eruit. <laughs> dat wilde je gewoon eerst of tweede zetten, want er, mannen... Een stuur kan breken. Dat kan alles gebeuren wat je niet wilt meemaken. En dan moet je niet de laatste man opdraaien. Dus ik zeg dat ook. Maar op een of andere manier komt dan in één keer. Dat ja. De volgende bocht zit je terug derde. Nee? Ja. En die ja. bocht kun je eigenlijk niet opschuiven. Nee. En hij kan dat wel. En hij kan dat wel. En ik, dat komt zo voor een stuk denk ik vanuit veldrijden. ook dat ze daar. Ja, dat van op kop. ja want eigenlijk. Toen Jasper, Jasper overshoot je bocht. Je die ja. die, die mist je die, die kom eigenlijk. En je gaat erover. Dus je weet als je die kom hebt. Kunnen we daar blijven in hangen. Als je ja. erover komt, dan komt de wiel in één keer over die bobbel en dat is levensgevaarlijk voor weg te schuiven. En Mathieu komt aan de binnenkant, die haalt hij een binnenkant wel en Jasper komt terug en daar mist hij eigenlijk zijn eerste aanzet om te demareren. En dan blijft hij zitten en dan komt John aan de rechtse kant voorbij ja. en dan gebeurt er wat er niet had moeten gebeuren. Ja. En op die moment dat ze in elkaar raken, redt Wout weg. Ja. Ja. Maar Wout houdt ook die binnenkant. Ja. Je kan ook wat Mathieu daar doet, eigenlijk stuurmanskunst ja. vanuit het veld, denk ik. Ja, durven ja. hangen, hè. Ja. Ja. Dat is wat er met Usoft ook is gebeurd toen dat jaar 2000. Ah, wel, dat, is, uh, 9, dat, is, ja. dat is het bochtje verder hein, ja, waar, waar Wout zelfde, denk ik lekkerheid Je ja. overshoot ook. Ja. En als je die aan binnenkant houdt, kun je echt zo, maar je moet hangen. Je moet echt terug en hangen. Als je dat niet genoeg doet, want ik ga wegschuiven, dan komt het te hoog uit en dan schuift het inderdaad weg. Ja, dat is waar Usoft wegrijdt en waar jij. Nee, waar hij. valt en, en jij wegrijdt ja. daarna. Ik weet wel nog exact waar ik was toen. <laughs> Dat was, dat was ook op het paasfeest. Zijn fanboys. Ja, terug, ja, ja. Is, ja, fan, ja. Dat is goed. Dat, is goed. dat mag hè, toch? Dat mag, dat we zijn ook niet zo'n objectieve journalisten als jij natuurlijk, ja. Ja, um, ja wacht hoor. Er was uh, ja, veel pech voor Jumbo-Visma, dat weten we al, daar hebben we het al over gehad natuurlijk. John Tegenkoop, waar ik nog heel even op terugkomen. John Beton. Want ik vond wel... Ik vond het heel jammer omdat ik hem, ik heb hem ook leren appreciëren. De laatste, ik heb zo die podiumpresentaties van Van Classics van gedaan en uh, ik vind dat wel echt een, een, een hele sympathieke gast. Um, maar daar kunt jij misschien over mee praten. Uh, ik heb daar heel weinig goede ervaringen mee. Ah, ja. Ja. Ik zeg het aan uw gezicht. Los, dat je zo. Ik er, als coureur is dat, is dat echt nog een, een, een smeerlap en een rotzak. Dat is een politieagent ook, hè. Maar um, besnur, ja. ik, kan, ik kan voor na de wedstrijd kan ik er niks van zeggen, omdat we meestal zo lastig waren mm -hmm. omdat we dat we er niet echt mee gepraat hebben. Maar dan stopt het daar ook. Maar ook in mijn laatste troep ik ben trouwens denk ik 80 keren op mijn wiel gesprongen of zo en dan niks meer gedaan. En ik heb nooit niet geweten waarom, want dan ik zei bij een paar keer ook, en dan kwamen wij zo aan een strook hebben. Ik denk van, ja, maar John, we moeten er wel naartoe om dan tactisch te gaan rijden. Maar die neutraliseerde dat gewoon heel mijn koers. Maar je zegt gewoon peace op hem omdat hij wel een strook heeft met zijn naam en jij nog niet. Ja, hoe zit dat eigenlijk? Ja. Wie beslist dat eigenlijk? Ja, maar He, heeft, ik... hij dat, heeft hij dat zelf beslist? Nee, maar <laughs> ik denk dat er wel een reden is. Ja, hij is ex-winnaar. Hij heeft ook die Tourit over de kassei gewonnen. En ook hij heeft, uh, um, uh, de juniorenkoers van Roubaix heeft hij ook financieel gereanimeerd. Dus hij heeft wel dus Je moet je eigenlijk inkopen Ja, dat is lekker in Zwitserland. zo dat je daar ja. duimpjes mocht gewonnen, maar dan moet je eerst wel zoveel betalen en dan. Ben wat, ben wat, yes? in Zwitserland is ja. dat zo. Ah, ja, als ja. je in dorpjes kunt gaan wonen. Nee, nee, als je in Zwitserland gaat wonen, dan moet je ook zo... Dat zijn dan geen belastingen, zo gezegd, ja. maar dan moet je gewoon zo veel geld onder de gemeenschap geven en dat is daar geen één keer aan vaart. Ne. Dus, ja. Wel, ja, voilà. Zoiets. Dus op, die, op die manier eigenlijk. Ja. Nee, maar um, om terug over John te gaan. Ik ken je gast eigenlijk helemaal niet zo goed. En ik moet zeggen, de momenten dat wij in koers zaten en dat wij niet tegen elkaar ontrijden, In de sprint en zo kan ik er niks slechts van zeggen, want dat was eigenlijk best een fijne sprinter. Maar je neemt zo ja, dan, dan dingen over hem hangen in koers. En daarom dat ik de laatste jaren ook echt vind dat hij dat wel wat minder heeft. En mm -hmm. dat, daarom dat ik dat ook zei van hij pakt er nog eens over. Dat deed je vroeger nooit niet. Ja. ja, over die juniorenkoers. Daar reden uh, twee zonen van uh, Legends mee. Ja. Dus uh, de zoon van uh, Wiggins, premier, en ook de zoon van Belocchi. Huh? Markel Markel ja. Hmm. ja, ik zag dat in die zin. Dat het slank van dat, ja, dat ook, zijn junioren. Ja. We worden oud. Ja. <laughs> ja. Uh, ja, um, sorry. Over. Nee, nee, dat is een interessant weetje. Bedankt. Uh, ik wil het nog hebben over uh, DSM. Dan zou toch bij John zijn. Uh, en over het nieuwe systeem om bandendruk te regelen. Er is nu van alles gezegd en niet over gezegd. Maar um, ja, Tom, is dat iets wat, uh, wat je nodig hebt in, uh, in Roubaix? Ik uh, denk wel als dat goed werkt en dat ik niet kapot en dat ik niet van mijn fiets afvallen, dat dat een enorm voordeel is. Ja. Maar hebben we er al dingen over gehoord dat het uh, goed heeft gewerkt nu deze roep? Hè? Want ik heb nog niet veel oh, dingen gelezen. Dat, ik, denk dat, ik denk dat je <coughs> het beter kunt hebben over die 250 lekke banden die er geweest zijn, mm -hmm. ja. wat dat vroeger nooit het geval was. En, uh, dat is echt iets dat mij echt opgevallen is. Want nogmaals, qua omstandigheden kunnen we het niet beter hebben dan dit. Mm -hmm. Want alles is weggeregend, de stenen zijn volgeregend en het was dan nog aan het opdrogen. Dus alles ligt goed en snel en er zijn weinig of minder scherpe kanten omdat die voegen beter gevuld zijn. Die banden zijn zachter als vroeger? Nee, ze rijden nu vroeger eens met tubes. Ja, ook ja. tubelus. Ja, ja. Vroeger was dat een lijmde tube. Mm -hmm. En uh, een gelijmde tube, wat je heeft dat, ja, dat? Dat ligt op een velg gelijmd, dus die aan buitenkant van die, van die tube die flexeert eigenlijk rond, die doet zijn dus eigen demping en die, die pitst nergens mm. in. Een tubulusband zit in die velg, en als je daar ergens zwaar mee op rijdt, pitst tegen die velg. Dat is gelijk met een gewoon bandje of een tube, dat is mm. effect. Dus je redt dat toch nog altijd wel heel gevoelig. is. Maar om terug te komen aan het systeem, ja, als dat goed werkt, ik zou er direct mee geregen hebben, onmiddellijk. Ja. Want dat je een, een permanente zoektocht dat je hebt, om een ideale bandendruk te vinden die op kasseien niet slecht is en op de weg niet slecht is. Maar dat is nooit goed. Ja. Want op kasseien staat je te hard en op de weg staat je te plat. als je 29 kasseistroken moet doen, om dan elke keer terug bij pompen, terug minder, terug bij te terug minder, is dan zijn je dan niet meer bezig met het op- en afpompen ja, van je band? Over... Over... Het is ook niet overal nodig. Zeg. Ik denk voor de slechtste stroken vooral, dat je daar zo, nou, ik weet dat niet, was met een 32 gereden, waarschijnlijk de, rond, rond de 4 of 3,8 of zo dat we gaan. Misschien zelfs nog minder. Ik heb nooit met een 32 niet gereden. Dat maakt echt verschil, ja. Dat maakt echt verschil. Het enige wat er dan beweegt, dat is die band onderling, die dan alles eigenlijk opvangt. En jij kunt gewoon rustig je momentum over die kassei bouwen in plaats van allemaal dat te doen. En dan kruipt de energie in. En op de kassei, en, uh, sorry, op de asfalt zet je dat ding op vijf of zes bar. En, uh, en je hebt heel veel rol en weinig rolweerstand. Volgens mij is er dus ook niet genoeg volume om het constant dat maar een ja, Er keer. zijn twee systemen blijkbaar. Ja. Het, ja. het systeem dat met een, met een cartridge werkt, mm -hmm. dus met opgeslagen lucht. Zoals met boeken en eigenlijk. Die, ja. uh, die halen gewoon lucht uit de buitenlucht. Het dus zou met een pompje zijn ah, ja. of zo, iets elektrisch. Ja, ja, als een ding, hè, als een, een dynamo eigenlijk. Ja, dus ik, met je wiel laat je het op, het elektrische systeem. Ah, ja, okay, en dan ja. elke keer um, dat je het gebruikt, je gaat het af. Dus dat, dan... geeft, dat geeft ook weerstand. Ja, maar niet zo heel veel. Ja, maar ja, niet zo heel veel. Allee. Ja, ja. het <laughs> ja, is maar vijf, wat? Ja, ja. Ik zou, dat zou ik al niet moeten weten. Ja, ik denk dat het nee. zoiets exact is. Ja. Maar je bent zelf ook bezig met het innoveren van, uh, van de wielerwereld en nee, met Classified. Ja, Nieuw schakelsysteem, hoe lukt dat? Dat lukt uh, best goed, ja. Dat lukt best goed. We zijn uh, drie jaar geleden zijn we beginnen verkopen. En uh, we hebben dan dit voorjaar ook, spijtig dat Victor Kampenaart is uitgevallen. Maar als eerste klassieke wedstrijden in, in Vlaanderen gereden. Met de bedoeling van ze dat allemaal ermee te rijden. Victor was de enige render dat erop reed dit voorjaar. En die was er uh, heel content van. Een um, paar mooie wedstrijden mee gereden maar dan spijtig genoeg uh, ja, zware gevallen. Hè. Maar het bedrijf zelf is, is gestaag aan het groeien. We zijn ondertussen met 50 mensen al. We moeten een antwerpen op tamplein, okay. en uh, we bouwen rustig verder aan, aan de weg. Maar ja. Hoe moeilijk is het om iets te innoveren met ja. wielen, ja, maar Ik denk niet dat je moet kijken naar de koers op zich, want dat is apenmoeilijk. Dat is echt heel moeilijk. Omdat, allez, zeker op de korte tijd dat we het mee gaat, je weet hoe de koers werkt. Is super conservatief en allee, dat bandendruksysteem bijvoorbeeld ook, als dat goed werkt, moet iedereen daar gewoon mee rijden. Maar dat duurt al lang en dan beginnen ze erover te gaan, oh, zouden we dat wel dit of zouden we wel dat? Um, dus nieuwe dingen dat, dat neemt gewoon meer tijd in beslag en dat is dan al hard veranderd Want want denk de wielrennerij van 20 of 30 jaar geleden vergelijken we nu er zijn overal performance managers ze gaan overal op zoek naar het beste en betere dingen en oplossingen voor problemen waar, waar wij misschien nog niet van wisten dat ze bestonden en uh, dus er is wel meer denk ik marge om iets nieuws te lanceren maar in de gravel doen wij het goed we hebben net als mountainbike navo gelanceerd dus ook de mountainbikes zijn wel aanwezig en uh, we komen nog met een aantal heel mooie producten dat binnenkort voor cargo-bikes en e mountain bikes en zo echt... Uh, ja, super eigenlijk. we zijn een heel sterke believer in ja, internal gearing. Dus dat er eigenlijk de derailleurs van de fietsen gaan afgaan. Binnen dit en tien jaar geen derailleurs meer op de fiets. Ja. Alles geïntegreerd, uh, minder kwetsbaar, minder onderhoud, uh, geen smerige kettingen en meer die moeten plooien en doen. Dus je kunt mee aan andere aandrijvingen gaan werken ook. Dus. Ik heb er al eens mee gereden. En? Ja, ik vond dat wel... neig ik, ik snap nog altijd niet goed hoe dat het, uh, in zijn werk gaat, maar... maar dat was, dat is, ja, jappie jij dat moet dat was... niet snappen, dat is niet. Nee, 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 maar ik, ik had uh, op zo'n Canzo Fast van uh, ja. Ridley, die is een aero, uh, uh, aero gravel fiets, en ja, ik vond dat wel, ja, zot hè, ik weet niet hoe... Ja, ik kan het moeilijk uitleggen aan iemand. Allee, Tom is, gaat dat hoe kunnen, maar... Hoe dat het, werkt. Het is, ja. het is een raadsel. Ja, het is, ja. ja. <laughs> het is, het is high-tech, maar het, is eigenlijk, het werkt wel poepsimpel. Je hebt je uh, tandwielen achteraan, die nu nog bestaan. Hè, want ja. we werken nog altijd met ja. de, de bestaande systemen om de nachterrijder en zo nog te behouden. Dus je houdt gewoon je tandwielen achteraan. En als systeem geschakeld is, één op één. Dus dat wil zeggen dat je plateau vooraan uw tandwielen aandrijft en uw tandwielen drijven aan uw wiela. Mm -hmm. Dus dat je gewoon de overbrenging hebt, die dat je ook ziet op je fiets. En als je dan schakelt, dan um, gaat het eigenlijk een werken, valt er een paar palletjes uit in die as, en gaan je tandwielen je as aandrijven in plaats van je ja, ja. naaf. Ja. Die as die draait in een planetair stelsel. Zoals bij een differentieel van een auto en dan draait uw wiel. <laughs> dus ik ben verloren, maar dan, dan draait uw uh, wiel, wiel 0,7 <laughs> omwentelingen in plaats van één omwenteling en dan krijg je een virtueel achter. binnenblad. Ja. Oké, okay. goed, super. Ben je zijn er mee? Ik ben volledig mee. Kijk goed, mannen um, na het einde van de koers. van der Poel die wint ja indrukwekkend hè. Um, Die heeft nu uh, vier monumenten binnen drie verschillende monumenten en dan op het einde. Is het ook nooit goed, want dan het eerste wat ik dan zie is: um, ja, kan hij ooit de vijf monumenten winnen? Is dat iets wat daar herkenbaar is? Who cares? Ja. Voilà. Echt waar. Dat hebben ze over Tom ook gezegd: ik ja. weet nog, als jij 2006 in Vlaanderen won, dat Michel Woutsen ook zei: van ja, deze jongen kan luikbas, luik winnen. Ook totaal van de pot gerukt. Ja. Michel zegt veel. Hè? Ja. Ja. Ik geloof net wel dat dat geen niet. Ja. Nee. Nee. Nee, ja. nee. nee Maar ja. ik, ik word kan... er heel wat vaag over toen ze. Je gelooft dat toch een klein beetje, of niet? Uh, Hij heeft nooit lekker reden. Uh, nee, nee, ik, ben maar. Wel bij, ik ben met de belofte tweede geweest heel mm -hmm. leuk. Tegen Popovic en, en al die mannen. Dan had een Giro nog gewonnen. Ik kon het parcours van de luik wel leuk aan. Maar ik denk dat de, de oude luik, of mm -hmm. nu de nieuwe luik weer, is dus weer nog lekker een of nu. Maar ik kon een echt tot een specialistentijdperk. Met mannen die. De Spaanse dat, brommers. Dat dan... Ja, de is van onze, mm. ons planeet. Die dat dan zo zeven weken ergens compleet anders voorbereiding hadden gehad. Wij kwamen dan het Parijs voorbij. Ja, dat was gewoon anders. En dat is heel raar, maar corona heeft dat precies terug veranderd. Mm -hmm, corona ja. heeft veranderd dat he. alle goede renners, he. er waren maar twintig koersen dat jaar, ja. die zijn allemaal terug die wedstrijden gaan rijden. En er is dan een mentaliteitsverandering plaatsgevonden. En nu komen de podgies terug naar Vlaanderen en, en redt iedereen precies terug alles. En ik vind dat geweldig. Maar bij ons was dat gewoon zo niet. Ja. We hadden ook andere kopmannen voor dat soort ja, wedstrijden. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. ja, maar, maar uh, Amstel, Amstel had ik ook wel aangekund. Dan heb ik ook een paar keer gewonnen in andere wedstrijden dan. Uh, op dat parcours. Ik zei het, uh, daar straks ook tegen Dirk en Max, die die dat Kessler woon, denk ik. Ja. Uh, dat was ook Geel al. Pak. Dat Geel was ook. Pakten, ja, ja. Over de Kouwberg. Ja, het en het van Gilbert, ook toen goed rijden. Ja. ja nee, maar dat, dat, is, dat is een andere discussie. Maar het is inderdaad zo dat er altijd dan ja, hij wint dan twee monumenten en is eigenlijk ja, waarschijnlijk op dat parcours iemand de best of misschien de beste renner ter wereld zou met Poggi dan en en wauw. En dan is het altijd weer, maar wat nu? wat nu? Ja, dat is het altijd. Hè. Maar dat het... een grote kampioen is nooit gewoon genoeg om een grote kampioen te zijn, want er moet altijd meer aan worden. Inderdaad, who cares? Maar ik vind wel dat de Poggi wel Ruben moet rijden en het echt proberen. Ja, ik vind dat ook. Bij hem vind ik dat iets anders, maar ik vind wel dat hij dat echt moet proberen. Ja, maar ja. dat is dan zo precies logischer dat, dat Wout of Mathieu dat die Lombardijn en Luik nog eens gaan rijden, wat ja. die ook waarschijnlijk eens een keer gaan doen. En dat Poggi naar Ruben zou komen, dat is zo, oeh. Maar eigenlijk is dat ook maar gewoon een wedstrijd zoals dat er veel zijn. Mm het -hmm. is een unieke koers. Maar de ja, koers op tuurlijk. zich moet altijd gewoon gereden worden als een wedstrijd. Het, de ondergrond is anders. Maar de tactiek waar je Parijs-Roubaix mee rijdt. Alleen een verstandige renner kan dat begrijpen hoe dat, dat werkt. Hè. Ja. En Poggi is ook piloot genoeg om, uh, om ja, ja, een zeker te kunnen rijden. Dus ik kan denk, met een fiets rijden, hè? toch? <laughs> een beetje wel. Ja. Ja, okay. <laughs> we, hebben, uh, we zijn al heel lang bezig over Parijs-Roubaix. Ik denk dat het ook een beetje de grote Parijs-Roubaix nabeschouwing gaat worden. Ja. Ja, we kunnen nog heel even erbij achter ons laten. En dan naar de favoriete koers aller tijden van Dirk gaan. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat, dat, dat ik dat een heel schoon koers vind, de ja. Brabantse Pijl. Ja. Ik vind dat een heel toffe koers om dat te kijken. Omdat dat is zo nog de gasten die de kassei gereden hebben. En ondertussen de, massen, de mannen ja. die van Baskeland komen. En dat is een mix tussen Vlaanderen en de Ardennen. En dat is een heel zwaar koers. Want zijn een heel zwaar koers, ja. 21, 22 hellingen elke keer. Kasseighellingen, uh, asfalthellingen. Uh, ik vind dat een heel tof koers om te kijken op een ja. woensdag namiddag. Ja. De... Ja. ja, super tof Misschien koers. Misschien moeten we gaan. Hè? Ja. En, maar ja. dat is keihard. Dat was een van mijn eerste wedstrijden waar ik ooit naartoe ben gaan, om gaan te kijken. Bravaal speel. Ah. En dan BK op de Alsenberg. Ja. Ben ik ook nog gaan kijken. Dus ik heb nog wel iets mee. Dus gaan we kijken dan. Nooit niet al gedacht. Ja, woensdag. <laughs> ja. Ja. Heb je ik heb dat ook een, een koers. Koer, koer, dus. Dat is ook een koers dat ik nooit gereden heb trouwens. Brabantse Pijl. Nee, ah. die, 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 die kalenders waren vroeger helemaal ah. anders. Hè. Dus dat mm. zat dan tussen Vlaanderen. Nee, dat zat tussen. tussen was dat dat. Dat was voor Harelbeken. Ja. Dat was de woensdag. Ah, ja, ja. Brabantse Pijl en vrijdag Harelbeken. Ja. Dat was toen dat de Scheldeprijs nog naar, naar Robez zat ook. Ja, hm. dus je moest ergens wel kiezen denk ik. Ja, uh, ja oké. Okay. Um, maar dat zijn de, klim, de klimklassiekers. Maar um, dat de we die miljoen. gasten weer terug gaan zien die in Paskeland goed waren, uh, Dirk. Ja. Um, en dan richting Amstel, daar waar je ook nooit gestart bent. Maar ik heb wel eens dus opgezocht. En in 2012 ging je daar starten. Ja, en well, weet je wat er toen gebeurd is? En dat was precies altijd zo. ik kom er ook bij aan. En uh, in een douche. En iedereen doodcontent, content. Want dat was uh, ja, mijn beste voorjaar dat ik ooit gereden had. En de fiets zo. Je uh, blijft maar thuis volgende week. Hè. Geniet, geniet mij maar even. En dan heb ik uh, gezegd: Oké, okay, dat is goed. Ah, en dat was ook altijd rij. Hey. Want officieel een uitleg was: Ik heb pijn van mijn linkervoet. Nee, ik had overal pijn. <laughs> ik had overal pijn. Nee, maar ik had in Amsterdam nog wel wel rij. Maar je kunt dan nooit met diezelfde. Oh, er is decontistatie. Je mindset ja. in is weg. Als je dat, ja. ik, ik ben dat dan al bezig van in Sanremo. En ik had toen echt iedere koers tot op de finish vol moeten rijden. En alles benauw gewonnen. Dus daar komt er ook nog eens bij. Dat gedaan overal huldiging en aandacht. En media en publiek en iedereen aan de bal gaan. En ergens stopt dat gewoon. Maar ja. ik had toen, denk ik, in Amsterdam nog wel kunnen meedoen. Maar ik denk niet dat ik daar goed had geweest. En nou, had dat komt ook bij. altijd na dat overwinningsfeestje van Step in Gent. Daar ja. hoe bij. Waar deed ik ja, ook bij was. Ja. Ja, we Ik ja, moet wel zeggen, ja. die van 12 ook. Die heb ik wel twee dagen scheermeskies gepist. Mm -hmm ja 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 je ja. moet dat niet onderschatten ze want dat lijkt allemaal zo van oh ja die mannen zitten drie dagen later al terug in koers dat is niet comfortabel nee. Het dat is vol nee. kapot in uw lijf ja, Het was en... een uh, schone tweet van die Fransseze jurrenner die zijn handen ja. liet zien met het met bloed aan het stuur van de Bro, handen die helemaal lopen lagen dat witstuurlint he. zag je ja. dat ja, nou, ja. ja. <laughs> nou daar had jij geen last van, van, van nee, mijn handen die waren eigenlijk altijd oké okay, nou, maar hoe? bij ja. ik denk dat dat vooral is omdat je veel pitst en dat stuur en dan rijd je alles kapot. En als je kunt loslaten, ik denk als je Mathieu of zo zijn handen gaat zien, of dat je nog weinig of geen gaat hebben. Ja. Losjes vasthouden. Gewoon fietsen ja. in Engeland doen. Bijsturen ja. waar nodig. Uh, ja, ik ga nog heel even naar de Amstel. Ik weet dat daar vorig, uh, vorig jaar, de overwinning. Dat is toch ook een herinnering waarvan je denkt. Die pakt af en toe eens een keer een koerskruider eruit en die wint. En ja, die heeft Stiekem ook een dik paal bij elkaar geweest. Ja, 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 wereldkampioen geweest. Ja. Ja. En had hem voor een ander ploeg gereden. Misschien de, nog de, meer uit. De, de de ja, Milan gewonnen. Ja, ja. ja maakt daar een wel van. En, je ja. en, uh, stel je bij Hemel die iedere week op, hè? Ja, ja. ja. Die, komt jij hier... nog... die komt bij die komt vals zitten. <laughs> ja, je hebt hem nog in de? knop ja, ja. Lang, ja. Twee, Langezal drie jaar. Ja. Wereldkampioen ja. toen, hè? Ja, langzaam een paar ja. jaar. Zalige gast. Oh, ik hoop ja. Rustige gast, ja. kunde me lachen. Training, altijd gemotiveerd. Echt een hele gelukkige gast. Ik vind dat een soort van enigma in de koers. Ik kan die zo niet zo goed inschatten wat voor iemand dat is. Ja, ik ken dat met Sagan. Quieto heeft zoiets. Perfecte schoon, zo'n vibe. Geknikt. Oh, ik Raar. Niet. Ah, nee. Weet is gewoon gewoon niet. <laughs> We hebben nog een grote prono Die vorige week gewonnen is door niemand minder dan Jappe. Gefeliciteerd ah, ja, ja, daarmee. Ja, ja, inderdaad. Mathieu van der Poel was voor u de winnaar van Parijs-Roubaix. De stand is ondertussen 1-1-0. Ja, dat komt. Ja, maar jij al altijd Mathieu. En... Meestal wel, ja. Oh. ja. Dat is makkelijk, hè. Ja, nee, dan kan ik het ook. Ja, voilà. Um, maar uh, we gaan uh, de Brabantse pijl voorspellen. Omdat het Dirk zijn favoriete koers is. Uh, ja, en het zijn mijn tra trainingswegen. Hè? Voilà, en ja. jij mocht daarom zeggen wie je... Uh, uh, Ethan Heter, die ga je doen. Oké, okay. Ik schrijf het op, Dirk? Uh, Fred Wright. Fred Wright, oeh, dat is een goede. had die gisteren ook al beter. Daar moet je goed meedoen. Ja, jij moet ook meedoen. Uh. Ik wist dat wel dat dat woensdag was. Ik dacht op de Parijs Roubij ging gaan hier. Is uh, goed nadenken. Rem er niet mee, hè? Nee, nee, Dit komt in nee. een bergen. Nee. Moet je een dingen nog mee? Dan IF dan in Holmes, of noemt hem daar? Paulus. Paulus, ja. Paulus werd normaal zien meestal Die meeret. Ja, die gaat nog even binnen het voorjaar. Oké, Paulus. Nelson Paulus. Ja. Oké, en ik ga voor. Pakt mij een beetje op de verrassing, maar ik gaat het toch goed. Ja, nee, dat is niet goeie. Ik heb Balken mollema op de startlijst zien staan, dus ik ga verbouwen. Ja, dan blijft het nu. Ja, inderdaad. Dat is goed. Balken gaat verrassen, jongens. We hebben nog een giveaway um, winnaar ja. aan te kondigen, dat is namelijk Robin Bergmans, gefeliciteerd, dat jij de, ja. wint de magia ciclamino van Jasper Philipsen uit het Tireno Adriatico. Ja. Het is heel simpel, stuur gewoon je gegevens uh, in een DM naar de Instagram van Valsplat en dan krijg je die opgestuurd. En we hebben een nieuwe giveaway vandaag. Um, <laughs> Kan ja, ik Tom? hem aankondigen? Ja, ja. Hem alsjeblieft dan. Um, aangezien dat ik mijn uh, giveaway vergeten ben thuis, <laughs> ben ik uh, nog eens op de prop moeten komen. Dus uh, ik nodig de winnaar uit uh, om een aantal kilometers met mijn rallywagen te zitten. Op volle snelheid. Amai, dat is toch echt... Dat op mijn is... kp. Dat wilt je? Ja, dat um, is prachtig. Met de gordel aan. Best wel ja. ah, en dan hem op. <laughs> <laughs> Oké, okay, ja, het is dus heel simpel. Hè. Als je wilt winnen, dan moet je gewoon vals plat liken. Uh, en dan komt daar een post waar je op moet reageren. En dan kan jij de nieuwe Robin Bergmans worden van volgende week. <laughs> ja, mannen. Uh, ik denk dat we nog uren hadden kunnen doorgaan. Um, het ging nu vooral over Parijs roubaix maar er waren nog zoveel andere dingen. Ja, we zijn de vrouwen ook vergeten. Ik weet <laughs> de het. <laughs> de tijd. Het was te veel. Ja. Het was gewoon te veel. Het was, het was te plezant. Uh, Te veel goede verhalen. Dan moeten we terugkomen. Ik praat nog wel ja, eens graag over vrouwen, maar de tijd heeft ons ingehaald. Okay. Dat was trouwens een keiknappe Ja. 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 Spannender ik... als de mannenkoers. Ik heb ja. een, een... niet alles gezien, maar... Ja. En een supercoole ja. super ding. Okay, alles van ja. Jackson. Mogen we nog of niet? Ja, het mag <laughs> nog. Ik <Het mag laughs> heb nog een minuut. Nee, ik heb echt genoten van de vrouwenkoers. Wat ja. heel spannend. En, uh... Dat was echt nu de verdiende winnaar. Ja. Dat mocht niemand ja. nee, nee. anders doen En ook die sprint was prachtig. Het was een motor die van een Stervende zwanen gewoon. Hier. Maar ook de laatste 30 kilometer was zij de motor. Ja. Iedereen ja. aan het oppeppen en ja. aan het opjagen en nou, blijven rijden. Dat, dat is toch van. Ja. Als, als dat dan lukt, was echt ja. mooi om te zien. Ja. En ook okay, je eindigt met een prachtig winnaarsdansje. Ja. Ik ga het ook niet na, ik ga het ook niet na, moet het ja, best. Ja. Ja, nee, ja. Maar, het was haar uh, handelsmerk, hè. Ja, ja, het is ja. een TikTokster, hè. Ja, ik ken haar van TikTok, want zo hip ben ik wel. Dat ik <laughs> met de kids mee ben. <laughs> Jongens, extreem bedankt uh, om uh, dit zo'n schone nabeschouwing te maken. Jappe, merci. Dirk, merci. Ja, merci. Tom, we zien u gewoon terug, want je moet hier nog uren praten over de koers. Ik heb tijd. Wil jij graag nog eens terugkomen? ja voilà. uh, <laughs> iets, ik kom misschien nog wel eens terug. <laughs> <laughs> Merci Tom Bonen ja, en ja. Uh, iedereen bedankt om te kijken.